Goedemiddag, we zijn hier terug op de beurs Transport & Logistics in Antwerpen. En we gaan het hebben over heftrucks. Shoppen voor een nieuwe heftruck, dan kijk je naar hoe groot die is, wat die allemaal kan. En als je echt een daarmee begaan bent, ga je ook kijken of het kleur van de heftruck past bij het interieur van het magazijn. Maar wat ook heel belangrijk is, en een veel belangrijker vraag wordt, is op welke manier gaan we die heftruck aandrijven? Ik heb daar geen verstand van, deze drie mensen wel, mag ik hopen. Hier net links van mij zit namelijk Jelle Bosman van Crown. In het midden zit Koen Bilke van Battery Supplies en helemaal aan de overzijde, maar dat is uiteraard niks persoonlijks, Thierry Moreel van Stihl. Welkom alle drie. Ik wil eerst met iets anders beginnen dan over de batterij zelf. Hoe, en dat is voor de beide heren van de heftruckleveranciers, hoe evolueert de markt als het gaat over thermisch dan wel batterij bij jullie merken? Zie je dat het ene stijgt ten opzichte van het andere? Ik denk dat het merendeel nog de loodzuurbatterij is. Maar je merkt wel van de klanten uit, van de sector, dat er meer en meer vraag komt naar nieuwe technologieën van batterijen. Mensen willen niet meer die batterij wisselen of dergelijke meer. Dus naar lithium-ion of andere technologieën. Maar wat ik eigenlijk naar voren vraag is de thermische, de brandstof aangedreven heftrucks ten opzichte van de elektrische. Los van welke batterij. Zie je daar grote evoluties in? Sowieso, de thermische gaan er meer en meer uit in de magazijntoepassingen, denk ik, meer en meer elektrisch. En bij jullie? Hallo, ja, we zitten natuurlijk bij de bakermat van ons product. Dat is dus de Electric Counterbalance, de elektrische heftrucks. Vanzelfsprekend is daar bij ons het aandeel zeer groot. Maar het is een duidelijke verschuiving van fossiele brandstoffen naar elektriciteit, absoluut. Want volgens de laatste stijgers van Sigma, die zeggen, dat was ook mijn aanvoel, er wordt meer en meer elektrisch gekocht, maar als de verkoopcijfers kijkt, dan blijken die thermissen toch nog op een of andere manier populair. Loopt de markt achter op wat de markt zou moeten doen? Ik denk dat die cijfers, daar is discussie over en die discussie is er altijd al geweest. Wij vragen ons soms ook af waar die naartoe gaan. Dus het is opvallend, inderdaad. Ja, ja, voilà. Dan gaan we het hebben over de batterijen zelf. Daarvoor hebben we een batterij-expert. Er zijn twee types, grosso modo twee types batterijen. Je hebt de lithium-ion batterijen en je hebt de klassieke loodzuur batterijen. Kan je het uitleggen wat het verschil is tussen die twee, zolang dat zelfs ik het versta? Ja hoor, de loodzuurbatterij die is al traditioneel heel oud. Ze bestaat uit loden, platen en het zuur is het elektrolyt. De nieuwe technologie, lithium is helemaal anders. We kennen ze allemaal als die hele kleine batterijtjes die we eigenlijk van een gsm kennen. Heel klein, heel compact, vroeger ook heel peperduur. En het is eigenlijk verrassend dat die kleine lithium-ion batterijen eigenlijk nu de basis vormen voor de grote heftruckbatterijen. Hoe zien die lithiumbatterijen eruit? Het is eigenlijk een gewikkelde folie, verschillende folies, kathode, anode, elektrolyt. En die folies zijn heel kort opgedraaid. Eigenlijk als een heel klein wc-rolletje. Zo moet je het eigenlijk best vergelijken met lithium. En dat is wat er van binnen zit en van buiten. Als het gaat over hoeveel vermogen zo'n ding heeft, hoeveel elektriciteit krijg je daaruit, hoe lang gaat die mee, kan je daar iets over vertellen? Jazeker, lithium heeft enorme voordelen als je vergelijkt met loodzuur. Het is enorm licht, vandaar dat ook elke elektrische fiets momenteel met lithium rijdt natuurlijk. De energiedensiteit is heel compact, ook qua gewicht, qua volume. Het gaat heel lang mee, dus je kunt er eigenlijk 4000 cycles, dus je kunt hem eigenlijk iedere dag opladen en dan gaat hij nog 10 jaar mee. Een ander voordeel is dat je hem enorm snel kunt laden. En nu komen we ook wel bij de heftrucks, dat is enorm belangrijk, dat je bijvoorbeeld een batterij volledig kunt laden in 2 uur. Of je kan ook ongestraft in een half uur een batterij kwart volladen. Dus eigenlijk is dat een voordeel dat je ook die tussenladingen, als je niet een volledige lading toepast, is dat ook geen probleem voor lithium. Als je dit doet met een loodzuurbatterij, dat je een batterij maar tussentijds gaat laden zonder vol te laden, is dat eigenlijk redelijk dodelijk. Dus op die manier is lithium ook een enorm voordeel voor in de heftruckwereld. En nog een laatste woordje en dan gaan we echt naar de heftrucks gaan. Hoe zit het met veiligheid? Want er zit natuurlijk, ja, we zitten daar met een batterij. We hebben allemaal al gehoord van batterijen die niet doen wat ze moeten, maar wel ontploffen. Hoe zit dat met loodzuur en lithium-ion?
Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk een klein beetje het algemeen beeld van... in YouTube vind je heel wat filmpjes terug inderdaad van die ontploffende kleine batterijen. Om eerlijk te zijn, de meeste batterijen die we inderdaad op YouTube terugvinden en die een probleem kunnen vormen, zijn gebaseerd op mangaan en kobalt. Vandaar dat ook bij Battery Supplies de bedoeling is eigenlijk om alleen vooral met batterijen te werken op LFP, ijzerfosfaat. Deze technologie is heel wat veiliger, is ook heel wat stabieler en voor grote tractietoepassingen werken we alleen met LFP. Is een jammer genoeg iets duurder, maar we vinden de veiligheid wel een heel belangrijk thema. Voilà, ik heb geknikt en ik heb er wel veel van begrepen, maar al in alle eerlijkheid niet alles. Laten we naar heftrucks gaan, daar heb ik veel beter zicht op. Hoe zit het bij Crown? Wat zijn de batterijen die jullie het meest courant voorstellen aan de klanten? Wat zijn de batterijen die jullie, ik zou niet willen zeggen pushen, maar toch een beetje promotie voor voeren? Ik denk dat het belangrijk is dat we zeker met de klant gaan kijken wat zij nodig hebben. Er zijn verschillende technologieën, maar je moet de technologie voorstellen die daar kleine studie voor de klant eigenlijk het meest aangewezen is. En welke criteria spelen dan mee? Aantal shiften, aantal uren dat je werkt, toepassingen, laadzalen, wisselbatterijen of niet. En de klant zelf, zijn voorkeuren ook. Ja. Is dat bij Stiel hetzelfde geval? Ga je echt gaan kijken naar... Dit is wat dat toestel gaat moeten doen en dan gaan we niet alleen de dimensie en het gewicht van dat ding daarop bepalen, maar ook de manier waarop het aangedreven wordt. Mijn idee daar rond is dat eigenlijk een lithium-ion batterij in 99% van de aanbiedingen een passende batterij is. Waar het niet dat de prijs zeer doorslaggevend is. Maar ikzelf, ik praat er... telkens malen over en de flexibiliteit van lithium-ion is dermate groot dat het eigenlijk overal inzetbaar is. Het gaat niet zaligmakend zijn, ze gaat nooit 100% de loodzuur vervangen, maar er toch een heel groot aandeel nemen. Even los van de prijs, want dat is de business case waar ik straks op wil komen, maar gewoon puur het gebruiksgemak. Wees eens advocaat van lithium-ion. Er zijn een achttal punten waar lithium-ion voordelen heeft. En ik denk niet dat je bij een bedrijf waar je één voordeel vindt, de stap gaat kunnen zetten. Maar meestal vind je 3, 4 punten waar je kan over praten en waar dus de klant toch heel veel interesse in heeft. Absoluut. Gewoon flexibiliteit. Het biedt zoveel voordelen, openheid. Gebruiksgemak is immens. 80-90%, nee, wat zei ik? 99% was het bijna wat hij zei. Lithium-ion, bent u het daarmee eens? Of ziet u toch wat meer marge voor de klassieke loodzuur? Ik ben daarin iets voorzichtiger. Want je hebt inderdaad wel 8-tal voordelen dat je krijgt. Maar je moet ook niet blind zijn voor de nadelen die je toch soms ook kan hebben in een magazijn. Noem ze op. Stroomverbruik, piekstromen, dat je alle trucks tegelijk gaat laden. Maar je ook zien dat je stroom net erop voorzien is. Nieuwe magazijnen neem ik aan, kun je erop voorzien, maar bestaande magazijnen moet je toch altijd even kijken van is mijn voorziening in elektriciteit, is dat erop voorzien, ja of nee? Plus ook nog eens dat de mensen ook nog moeten tussenladen. Dus nu moet je water bijvullen, moet je niet meer doen bij een lithiumbatterij, maar je moet nog wel die tussenlading geven. Als de mensen dat vergeten of te pauze en steken hem niet in, dan komen we op het einde van de rit dat de truck toch leeg is, moet je er een uur laden, een uur en een half, dat kan wel snel zijn, maar dan kan de persoon met die truck rijden niks doen. Bij een wisselbatterij kan je natuurlijk altijd verder werken. Je laat hem leeg, je pakt een andere batterij, dan kan je toch nog continu werken. Maar als je bijvoorbeeld een toepassing hebt die continu moet werken, dan kan je die tussenladingen niet geven. Dus je moet echt wel goed kijken wat moet er gebeuren bij de klant. U ziet echt wel meer mogelijkheden nog voor die loodzuur dan uw collega? Nee, het is case-afhankelijk. Dus het is een mooie technologie, uiteraard. Er zijn heel veel voordelen aan. Maar je moet wel case-afhankelijk gaan bekijken. En met de klant overleggen goed van wat zijn de voordelen eraan. Maar er zijn ook een paar nadelen aan verbonden. Ik ga u daar even op laten reageren. Want zoals gezegd, u weet veel meer van batterijen dan ik. Ja, ik zie in de heftruckwereld heel wat vragen. En er is altijd wel een interessante case als we eigenlijk over meer ploegensystemen gaan. Mensen met één ploeg, met één heftruck, daar raak je moeilijk aan. Mensen die met twee ploegen werken, of zelfs met drie ploegen, die willen natuurlijk een hele grote autonomie en willen die wisselbatterijen vermijden. En dat is net de sterkte van lithium, dat je inderdaad met dat tussenladen, dat je eigenlijk heel snel en ook zonder probleem kunt uitvoeren. En daar zie ik een hele grote rol weggelegd eigenlijk in de toekomst. Mensen in die in twee ploegen werken,
of in drie ploegen werken en die absoluut die wisselbatterijen willen vermijden. En daar zien we inderdaad ook wel de vragen naartoe komen. En waarom zouden we dan per se die wisselbatterij willen vermijden? Want zoals je net aangehaald werd, als dat ding een uur aan de kant moet staan om even tussentijds op te laden, ja, dan staat die chauffeur, dat is wel een hele lange lunchpauze. Het is niet alleen de lunchpauze, maar je kunt ook, als zoiets gebeurt bij het laden of lossen van een vrachtwagen, er zitten soms ook pauzes tussen van een half uur of een uur dat er geen vrachtwagen is. Er zijn ook heel wat andere momenten van pauze. En soms is het, slagen we erin puur met de lunchpauze om inderdaad de batterij de voldoende autonomie te verkrijgen om die twee volledige ploegen uit te halen. Maar je moet ook niet vergeten dat één puntje die we nog niet aangehaald hebben, is dat het eigenlijk een onderhoudsvrije batterij is die ook geen gassen uitstoot. En dat zijn ook twee belangrijke punten die regelmatig naar voren komen in de voedingsindustrie. Zie ik inderdaad ook lithium-ion meer en meer ook naar voren komen. Als ik het goed heb begrepen van wat de andere twee hier zeiden, moet je eigenlijk leren werken met een lithium-ion batterij. Je moet leren om als het daar is een half uurtje is, om dan die te gaan inpluggen in plaats van die ergens anders te parkeren. Ja, dat is absoluut zo. Dat is absoluut zo. Wat we ook nu wel zien is een beetje een verschuiving van het heel veel tussenladen naar, zoals Koen zegt, dus, je kan dus letterlijk twee keer zoveel energie in dezelfde oppervlakte steken. En we zien stilaan ook een verschuiving naar dus hele grote batterijen, dus hele grote capaciteiten, dubbele capaciteiten van een normale batterij. En proeven bij ons zeggen al dat we dus een heftruck 16 uur non-stop kunnen inzetten zonder tussenlading. Dus dan spreken we echt geen batterijwissel, geen tussenladingen, 16 uur non-stop werken met één batterij. Dat zijn twee shiften. Ik wil u nog even de case laten maken voor het wisselen. Is het wisselen van batterijen, en straks komen we op de prijs, maar loodzuur is daarin. Een lithium-ion batterij ga je niet zomaar wisselen. Nog van technisch, zeker al van het financiële aspect. Is het wisselen een alternatief voor dat tussenladen? Ja, nogmaals, het is case afhankelijk. Maar als je wil wisselen, moet je wel allerlei voorzieningen hebben. En dat kan ook geld kosten. Dus je moet echt gaan bekijken van oké, wat kost mij de lithium-ion batterij? Welke voordelen krijg ik eraan? Wat kost mij de wisselsystemen op een veilige manier? Ik zeg het, als je continu wilt blijven werken, ga je toch altijd die wisselbatterij nog nodig hebben. Als je inderdaad die pauzes kan hebben, dan is het perfect mogelijk om met die lithiums. En er gaan inderdaad nog evoluties komen, die lithiums, met grotere batterijen. Dan zie ik daar wel toekomst. De toekomst is het zeker, sowieso. Maar je moet het wel blijven bekijken wat het beste is. Ik wil nog even één aspect aanhalen. Steeds meer bedrijven in de logistieke sector hechten belang aan milieu, aan ecologie. Misschien ook eerst een vraag voor u. Weegt de twee batterijen eens af ten opzichte van elkaar als het gaat puur over het ecologische? De ecologische voetafdruk, want daar spreken we over, is niet zo gemakkelijk in te schatten. Het hangt enorm af van de situatie, van het gebruik, afterlife en zo verder. Wat we wel zien is dat de ecologische voetafdruk bij lithium en vooral bij LFP iets hoger is of beter is dan voor de klassieke loodzuurbatterij. De kobaltbatterijen maken een iets slechtere beurt, ook omdat ze een negatieve sfeer hebben natuurlijk met de situatie in Congo. Het probleem is eigenlijk bij lithium dat de volledige productie volledig voornamelijk in China ligt. En lithium wordt ook vooral ontgonnen in de rest van de wereld. Dus de batterij heeft al een reisje meegemaakt. Maar het ligt wel beter. Ecologische voetafdruk is wel iets beter dan loodzuur. Is dat een vraag die jullie krijgen? Als er gesproken wordt over de aandrijving, dan beginnen we al een term is elektrisch en dan loodzuur ten opzichte van lithium-ion. Is dat ecologische, is dat iets dat meespeelt of gaat het toch vooral over het gebruiksgemak? Het voornaamste punt is absoluut de flexibiliteit. Dat is 100% zeker. De batterij gaat ook meestal in een operationele lease gebruikt worden, omdat de aankoopprijs is hoog. De levensduur is zeer lang, maar het is heel moeilijk op voorhand recht te praten van een hele dure batterij te kopen waar je binnen 10 jaar misschien wel profijt gaat uithalen. Wat wel zo is dat de laadfactor altijd 1 is, dus je steekt nooit meer in de batterij dan je eruit kunt krijgen. Dus dat is ecologisch al heel goed. We spreken voornamelijk over een flexibiliteit, een gebruiksgemak. Ja. Voilà, flexibiliteit is prioriteit nummer 1. Misschien is het zelfs maar prioriteit nummer 2, want we hebben het al een paar keer genoemd, de prijs. Als we alleen maar naar de prijs zouden kijken, dan wint loodzuur hands down. Kan een van de twee van jullie zeggen, wat is het prijsverschil? Heel concreet, als we hetzelfde model met een lithium-ion of met een loodzuurbatterij, wat voor prijsverschil mogen we dan verwachten? Snel gezegd, verdubbel je de prijs van de truck.
Als je puur op batterij kijkt, dan zit je ongeveer met een prijsstijging van 400%. Dat is enorm. Ik bedoel, de eerste keer dat de mensen inderdaad die offerte zien, dan vallen ze van hun stoel. Maar dan moet je eigenlijk ook uitleggen dat je eigenlijk die prijs moet delen door de energie die in zijn heel zijn leven door die batterijen gaat. Je zit met een hele hoge DOD, dus je kunt eigenlijk lithium-ion heel intens gaan gebruiken. Je zit met een cycle life van 4000 cycles. Dus eigenlijk, je kunt dat iedere dag laden en ben je nog 10 jaar bezig met die batterij. Als je dit allemaal, die energie, die kost deel door de energie die door de batterij gaat, dan is eigenlijk lithium-ion de goedkoopste onderhoudsvrije batterij. Als je op voorhand het geld daar kunt leggen, als je bereid bent om een uur te betalen om daar zo lang van te doen, wordt er dan ook op een andere manier, is de financiering van de ene ten opzichte van de andere ook anders? Merk je dat het in het ene geval meer gaat over een huursysteem, een leasesysteem en in het andere geval meer aankoop? Sowieso denk ik dat het op een huursysteem veel makkelijker uit te leggen is. Je spreidt het over lange termijn, zit er nog een restwaarde op de batterij. Daar kan je veel meer mee spelen, ook met de klant een beetje kijken van wat het beste is. Maar je moet, vooral belangrijk, dat je een goede return on investment maakt. Want je moet ook niet meer gaan water bijvullen, mensen moeten niet meer ingezet worden om die batterij te onderhouden. Dus dat die kosten, de loonkosten gaan alleen maar stijgen, dus die kosten van ook allemaal weg. Je moet geen batterijlokaal meer zetten, dus op dat vlak kan je het wel uitleggen. Als je dat kan spreiden over 5, 6, 7, 8 jaar, dan denk je dat er wel een business case in zit en dan is de prijs inderdaad niet altijd duurder. Ook uw ervaring? Ja, absoluut. In een operationele lease spreek je al gauw over een restwaarde na een zestal jaar, vijf, zestal jaren van bijna 50% van de aankoopwaarde. Dus je spreidt al maar de helft van de aankoopprijs over die termijn. En neem dan het gedecentraliseerd laden. Vooral is een van de hele grote voordelen. Geen vergassing, dus decentraliseerd laden. Eender waar in de fabriek kan het dat toepassen. En dan is dat snel eigenlijk relatief goed verkoopbaar, ja. Voilà, haal alle drie even jullie glazen bol uit jullie zak, want ik ga even vragen om in de toekomst te kijken. Waar gaat dit heen? Is loodzuur ten dode opgeschreven ten opzichte van de lithium-ion die alsmaar beter wordt? Of blijft die loodzuur een toekomst hebben als we 10, 20 jaar verder kijken? Ik denk dat sowieso het aandeel lithium-ion groter gaat worden. Niet vergeten, er zijn ook nog andere technologieën die er zijn op de markt. Maar de loodzuur gaat niet verdwijnen. Het blijft nog altijd een vrij relatief goedkope oplossing voor mensen die gewoon één shift werken. Die batterijen gaan ook 5, 7, 8 jaar meegaan. En sommige mensen hoeven gewoon niet naar lithium-ion te gaan, want die flexibiliteit niet nodig hebben, moet je dat ook niet doen. Dat is niet nodig. Andere heren? Ik voorzie eigenlijk dat lithium-ion enorme prijsdalingen zal kennen. Ik bedoel, we hebben ze nu al gezien de laatste 10 jaar, die gaat stijl naar beneden. En dat gaat ook blijven. Dus er zijn ook nieuwe technologieën, nieuwe densiteiten. Die evolutie gaat zich doortrekken. En ik vermoed dat tussen nu en 10 jaar dat eigenlijk lithium-ion eigenlijk ongeveer 50% van de markt zal in de tractiewereld gaan bevatten. Maar zoals Jelle zegt, inderdaad, die heftrucks die maar in één ploeg worden gebruikt, niet veel ingezet worden, dat is inderdaad een loodzuur, zal moeilijk te verwisselen zijn. Kijk ook even naar jullie. Zie je dat ook op die manier? En op welke manier gaat Stiel daar dan op inspelen, op die evolutie? Een volledige vervanging gaan we inderdaad niet tegemoet, denk ik. We moeten ons ook de vraag stellen, zal een batterij de toekomst zijn? Want een waterstof is geen batterij, dat is een tank met waterstof. Dus spreken we over batterijen, dan denk ik wel dat het lithium-ion in zijn algemeenheid een heel groot deel gaat innemen. Maar de grondstof wordt al maar duurder. De productie zal wel goedkoper worden, de grondstof wordt al maar duurder. Dus het zal een lang verhaal worden inderdaad. Maar het gaat wel volgens mij, als we over batterijen spreken, een heel groot deel innemen. En zijn jullie bedrijven al bezig met eigen batterijen te ontwikkelen, voor in de heftrukken te steken? Ja, wij zelf hebben eigenlijk een merk dat wereldwijd verspreid is, en V-Force. Dat is eigenlijk een eigen merk van Crown zelf, lithiumbatterijen die daarin zitten. Dus, ja. Dus alle belang om die technologie te laten. Is het hetzelfde verhaal bij jullie? Ja, wij zitten onder de Kion groep en die hebben een joint venture aangegaan met de belangrijkste leverancier die we momenteel hebben. Wij zijn een fabriek aan het bouwen in Duitsland, dus wij gaan ook onze eigen batterijen produceren en verder ontwikkelen. Ja.
En de man in the middle, hoe bekijkt u die evolutie dan? We hebben een acculitafdeling binnen Battery Supplies en wij ontwerpen en assembleren en testen volledig grote accu lithium-ion batterijen, zowel voor de tractiewereld, ook voor de stationaire wereld. En dat doen we allemaal in eigen huis. Ja. Voilà, mijn heren, we gaan het hierbij laten. Het was zeer interessant. Ik heb bijna allemaal begrepen en dat is toch eigenlijk ook al een hele prestatie op deze donderdagmiddag. Ik kijk nog even, ik spreek nog even voor jullie namen, meneer Jelle Bosman van Crown, meneer Koen Blikken van Battery Supplies en meneer Thierry Morel van Stiel. Hartelijk dank voor deze interessante babbel.